We zijn hier op een van de kazerneterreinen in Ede. Een prachtig voorbeeld van nieuwe woningbouw op oude plekken. En dat voldoet perfect aan de opgave die we hier hebben in het kader van Quality of Living. En zo zijn er meer thema's die we hebben als Stichting Vastgoedmonitor, waarover ik graag straks wat meer vertel. Nou, Food Valley ligt midden in het land. Het is centraal, goed bereikbaar, veel groen, rustige omgeving. Eigenlijk wil iedereen hier wel wonen. Zeer gewild. Nou, het probleem is dat er overal in Nederland natuurlijk een woningtekort is. Maar dat geldt ook voor Food Valley. En Food Valley heeft de opdracht gekregen om tussen nu en een aantal jaren 40.000 nieuwe woningen te gaan realiseren. Nou, dan zitten we hier op een terrein waar we zien dat daar al een goed voorbeeld van is gegeven. Maar in heel Food Valley 40.000 woningen erbij, dat betekent nogal wat. Nou, de vastgoedmonitor is eigenlijk een database. Je kunt er alles in vinden, alles wat je wil weten over de regio. Wie komt waar vandaan, wat voor soort huizen worden er gebouwd, gaat het om sociale huur, komen er eenpersoonshuishoudens, komen ze uit Groningen of komen ze uit Friesland of gewoon uit de regio. Dus de vastgoedmonitor geeft op die manier een heel goed beeld van wat er allemaal aan verhuisbewegingen in de hele regio is. En daarnaast is de vastgoedmonitor een samenwerkingsverband waarin de diverse partners met elkaar elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en dan gaan samenwerken met elkaar. Nou, ik vind het heel leuk dat ik die handtekening mag zetten namens de stichting. Want het bewijst daarmee dat de stichting een echt samenwerkingsverband is waarin meerdere partijen met verschillende achtergronden participeren. En dat vind ik heel leuk om te constateren. Samenwerken vanuit verschillende achtergronden loont.